Het heeft eigenlijk langer geduurd voordat ik het leuk vond om te beginnen fietsen. Dus ook om zo ergens naartoe te leven na een bepaalde wedstrijd en daar helemaal op voor te bereiden, dat vind ik echt heel leuk. En omdat ik zo mee bezig zijn, echt een doel te hebben, dan en je weet waarom je alles doet en daarom vind ik het echt leuk. Ik ben begonnen met koersen bij aspiranten toen ik eigenlijk 10 jaar was. Dat waren allemaal crossjes in Nederland en dan heb ik eigenlijk 10 jaar aan veldrijden gedaan. En onlangs heb ik besloten om dan de overstap te maken naar het wegwielrennen. En ben ik bij Lotto Soudal U23 gaan rijden. In het veldrijden reed ik dan voor Telnet Vedea, team van Sven Nys. En ja, op het einde van het seizoen heb ik een gesprek met hem en hij vertelde me dat hij meer een wegcoureur in mij zag. En heb ik eigenlijk nog niet direct besloten om op de weg te gaan rijden. Heb ik eerst nog een jaar naar Marlux gereden en toen heb ik een klik toch kunnen maken om op de weg te gaan rijden. En sinds ik die heb gemaakt eigenlijk, heb ik niet meer omgekeken en ben ik vol voor die keuze gegaan en ik heb er tot op heden geen minuut spijt van. Mijn eerste koers dit wegseizoen was de Vlaamse Pijl en ik werd meteen derde. Ik had me heel veel vertrouwen dat ik eigenlijk op de juiste manier bezig was richting de klimkoers, wat toch mijn doel was dit jaar. En daar probeer ik nu een profcontract te versieren voor volgend jaar. En dan wil ik uiteraard dat ik prof ben, de Ronde van Italië rijden, want dat is wel mijn droomje. Vorig jaar ben ik bij de dokter langs geweest omdat ik veel last had van mijn maag en daaruit bleek uit een test dat ik intolerant was voor melk, eieren en gluten. Deze dingen heb ik nu uit mijn voeding geschrapt en een bepaald dieet gaan volgen dat deze dingen kan vermijden en daardoor voel ik me ook veel fitter nu. Ja, ik voel dat ook wel in mijn prestaties. Ik heb niet het gevoel dat ik echt harder kan rijden, maar mijn energielevel is hoger, waardoor ik dezelfde inspanning nog na 4 uur kan doen, waar die misschien dan maar na 2 uur kon leveren, omdat mijn energie gewoon op was. Ja, dit is mijn eerste seizoen voor Lotto Soudal en ik krijg echt al veel vertrouwen voor de ploeg. Zo maak ik nu ook de Ronde van Italië voor belofte rijden. Het is een van de grootste koersen voor belofte en aangezien de Ronde van Italië bij de profs rijden een van mijn dromen is, dan is deze ook wel een droom die uitkomt. En ik ambieer wel een goed klassement daar, omdat ik toch meer een klassementrenner ben. Ik ben wel iemand die eigenlijk altijd vol voor de overwinning gaat. En dan soms wel kan dat wel op een counter lopen, maar ik ben liever eigenlijk iemand die dan tiende wordt nadat ik geprobeerd heb te winnen. En dan misschien ergens geparkeerd ben, in plaats van gewoon mee te rijden en vijfde te worden. Omdat als ik het gevoel heb dat ik alles gedaan heb om te winnen, heb ik veel meer voldoening dan en je met de vraag blijft zitten achteraf of dat het niet beter had gekund.